Het is rust. Het 12-jarig bestand is begonnen. Eventjes niet meer knokken tegen de Spanjaarden. Maar waarom eigenlijk? De legers wilden pauze. Even bijkomen van de oorlog en dan straks met de dubbele energie er tegenaan. Dus hebben wij nu even de tijd voor de echt belangrijke oorlog. De oorlog tussen ons tweeën. Ons land wordt verscheurd door onze godsdiensttwist. Maar jullie zijn toch allebei protestant? Ja. Maar verder haten we elkaar. Nog erger dan de Spanjaarden. Niet waar, collega? Jazeker, jazeker. Kijk, hij is van de precieze, hè? Keihard, streng in de leer, verschrikkelijk. Ja, boe! Ja, 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 dank u. En zij zijn van de rekkelijke. Soft, veel te makkelijk, goddeloos. Ik noem dat geen christen. Boe! Zij willen alleen maar schoppen, slaan, knokken. Haha, dus drie keer raaien wie er straks gaat winnen. Kijk, de slimme mensen staan aan onze kant, hè. Van Oldenbarneveld, Hugo de Groot. Boe! Ja, boeien. Wij hebben de meerderheid van het volk achter ons. Kunt u geen vrede sluiten met elkaar? Nooit, nooit, nee, nee. Wij zijn in burgeroorlog, mevrouw. Dus laat ons nou maar met rust. Dan kunnen wij elkaar de koppen inslaan. Ja, en als het bestand straks voorbij is, dan vechten wij weer zij aan zij tegen de Spanjaarden. Maar nu nog niet. Nee. Weg met de rekkelijke. Tot zover de geloofstrijd. En het bleef nog lang onrustig in het hele land. Weg met Gomares! Weg met Arminius! Nee, wacht even. Nou maken we een foutje. Weg met Arminius! Weg met Gomares! Weg met Arminius! Weg met Gomares! Zullen wij ook eens een bestand houden? Een tijdje geen ruzie maken, dat hou jij geen uur vol. Oh ja? Ja, tot nog geen minuut vol. Nou, jij geen seconde. En jij geen nanoseconde. Zo.